Vandaag ga ik dieper in op de Pano-aflevering van woensdagavond. Sinds die Pano-reportage staan de getuigen aan mijn deur, hè. Ik ga in dialoog met de slachtoffers. Dat is voor mij het grootste probleem. De wachttoren. Slachtoffers van de reportage over seksueel misbruik bij de getuigen van Jehovah. Masturbatie bijvoorbeeld is absoluut niet toegestaan. Want wij gaan verder, waar Pano ophoudt. Wij zijn Rama. De Pano-reportage van woensdag had naar goede gewoonte een grote impact. Er werd meteen druk gevoerd op justitie. Ik denk dat justitie zo snel mogelijk moet optreden. Hè. De slachtoffers, ze zijn met ongeveer 25.000, maken deel uit van een gesloten gemeenschap. Ze hebben een volledig eigen rechtssysteem en komen samen in hun eigen gebouwen. Gebouwen die ze rechtbanken of justitiepaleizen noemen. Ik ging langs bij enkele van de getroffen justitiemedewerkers die anoniem wouden getuigen. Ja, door die Pano-reportages is de werkdruk dus immens. Dat is elke week opnieuw bang uitkijken naar woensdag voor te zien over wat dat nu weer gaat gaan. Wij zijn nog volop bezig met dat dossier over die tienerpooiers. Fraude met de humanitaire visa, dat is ook nog niet afgerond. En nu zetten die nog een belangrijk dossier op de agenda. Ça va zeker? Vroeger was donderdag al zo wat uitbollen. Het weekend komt eraan, je doet wel nog een beetje werk, het is geen vrijdag of zo. Maar toch, het was meer op het gemakske. Het is niet omdat ze bij Pano zoveel goesting hebben om te werken, dat wij bij justitie ook ineens willen werken. Hè? Kom aan, zeg. Kijk, dat is hier de stapel dossiers die dringend moet worden opgestart. De wachttoren noemen wij die. Dat is voor mij het grootste probleem. De wachttoren. De bewijzen voor seksueel misbruik bij de getuigen van Jehovah, die lagen hier. En die moeten dan vandaag helemaal naar hier. Maar dat valt nog mee. Weet je nog, die Pano over Schild en Vrienden? Die bewijzen, die lagen helemaal hier. En die moesten dan helemaal naar boven. Ja, maar dat is waanzin, hè? Ja, op een duur kunnen dus ook niet meer naar tv kijken zonder bang te worden. Hè. Wij hebben hier een oudere collega, de Lucien, die had op woensdagavond per ongeluk naar Canvas gekeken in plaats van naar één. Komt die hier binnengestormd? Wow, we zitten dan met een zot in Duitsland, hè? We gaan dat hier allemaal moeten oplossen. Iedereen in paniek. Nu bleek dat dat documentaire over Hitler was dat hij gezien had. En hij dacht dat dat een Pano was. Maar je snapt wat ik bedoel, toch? Iemand moet die Pano tegenhouden. We zijn hier allemaal op van de stress. Je kunt hier op het bureau ook niks doen om je te ontspannen. Hè? Masturbatie bijvoorbeeld is absoluut niet toegestaan. Volgende week in Rama. Ik ga undercover bij de redactie van Pano. Oké, Marcus, we hebben nog een onderwerp nodig voor volgende week. De deadline is woensdag. Ik dacht eventueel aan een reportage waarmee dat we justitie een hoop extra werk bezorgen. Een klein beetje extra werk of veel extra werk? Maar echt heel veel extra werk. Oké, perfect. We beginnen er direct aan. Justitie moet kapot. Justitie moet kapot. Justitie moet kapot. Justitie moet kapot.